Yo kijkers, check snel. Mijn naam is Wessel. Vandaag ben ik terug met de Juventus Career Mode aflevering 3. Lekker old school weer een Career Mode spelen. En we zijn bij de volgende aflevering aangekomen. En ik had gevraagd voor een linksbuiten. En die hebben jullie massaal achtergelaten. En ik heb dus ook een linksbuiten op het oog. Eentje heb ik eigenlijk maar op de verlanglijst gezet. Want de rest viel me eigenlijk wel tegen qua suggesties. Want ja... een beetje allemaal dezelfde suggesties. Maar ik vond Luke Shaw een hele leuke wissel linksachter. Achter Alexandro hebben we dan gewoon Luke Shaw staan. En dat is helemaal prima. Want dan hebben we gewoon in ieder geval een redelijke linksachter in Luke Shaw van Manchester United. En misschien kunnen we ruilen met deze goos. Dat zal wel niet, natuurlijk niet. Misschien kunnen we wel een speler ruilen. Ik denk dat we beter gewoon geld kunnen aanbieden. We beginnen met een bod van 25 miljoen op Luke Shaw. Misschien is het te weinig, misschien is het te veel. Het is te weinig, 30,4 miljoen. We kunnen moeilijk gaan doen, dat gaan we ook doen. Want ik krijg best vaak comments dat ik te veel bied op spelers, dat ik te veel salaris geef. Maar dat maakt me echt niet uit. Ik wil een speler binnenhalen, we hebben genoeg geld, dat salaris en zo. Doe ik misschien wel een beetje onrealistisch. Maar daar is deze Career Mode ook voor. Deze Career Mode is niet om het realistisch te houden. Maar deze Career Mode is gewoon een oldschool fun Career Mode. De Wolverhampton Career Mode is wel realistisch. En als je daaronder achterlaat, dan begrijp ik je frustratie. Dus... ja, sorry daarvoor, maar in ieder geval, Luke Shaw gaan we dus proberen binnen te halen. Kijk, het salaris, ik zou niet weten hoeveel die is. En dan zou ik hem eerst moeten scouten en dat duurt weer zo lang. Dan gaat er zo'n tijd overheen en daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dus we bieden een salaris van 100k, plus 2 miljoen, misschien veel te veel. Maakt me echt niet uit, huppakee, welkom, Luke Shaw. Bij Juventus, onze wisselingsachter, helemaal prima. En dan had ik misschien... nog een linksbuiten of rechtsbuiten nodig in plaats van Douglas Costa. En die had ik ook gevraagd aan jullie. Ik heb alleen niemand op het verlanglijstje gezet. Ja, Calabria gaat maar 4-1. Dat maakt niet zoveel uit. Die gaan toch best wel veel spelen. En ik had niemand op het verlanglijstje gezet. Maar ik heb wel wat spelers in gedachten die ik zou kunnen halen. Maar we gaan eerst de wedstrijd tegen River Plate simuleren. En dan zien we wel verder. Dan kunnen we zo meteen kijken welke rechtsachter of welke rechts of linksbuiten ik in gedachten had om te gaan halen. Oké, we gaan skippen en we verliezen met 1-0. Oké, we verliezen de finale van de Champions Trophy van River Plate. En dat is best wel slecht, al moet ik het zelf zeggen. Want wij zijn Juventus en wij moeten dat gewoon winnen eigenlijk. Maar dat doen we niet, dus... ja, slecht. Oké, ik ga zoeken naar rechtsbuiten. Ik heb er al in gedachten en dan zien jullie me zo terug. Oké, hier staat hij dan. Gareth Bale is ongelukkig bij Real Madrid. Dat weten we. Dat weten we allemaal. Hij wil gewoon lekker zijn contract uitzitten daar. Hij is een beetje klootzakkenacties aan het doen om gewoon geld te verdienen terwijl hij toch niet speelt. Dus eigenlijk is het wel een heldenactie, maar ook weer niet. Maar we kunnen hem dus gaan gaan terug. Hoe heet dat nou? Dat hij samen met Ronaldo speelt. Hij heeft een speciale naam. Of een speciale benaming. Maar ik weet even niet hoe dat heet. Maar die gaan dan kunnen dus weer met elkaar gaan voetballen. Maar. Wie kan ik in de ruildeal betrekken? Bernardeschi? Ja, ik ben niet zo'n fan van hem. Dus ik denk dat ik Bernardeschi in het deal ga betrekken. Plus 45 miljoen is wel veel voor een wisselspeler bij Real. Hij is natuurlijk wel ooit een van de duurste voetballers ter wereld geweest. Dus in principe, we mogen niet klagen met dit bedrag. Maar voor minder zou altijd beter zijn. Dus al zeg ik het zelf. Dus kom op, 35 miljoen. Nee, 40 miljoen plus Bernardeschi, weet je. Het is Gareth Bale. Het is een profvoetballer. Het is echt een goede speler. Als hij weer in zijn vorm kan komen. Dus we gaan nu alleen nog onderhandelen met hem. En zodra dat gebeurd is, kunnen we Bale een echte Juventus-speler gaan noemen. We geven hem cruciaal, want ja, hij wordt gewoon belangrijk. Hij gaat in de basis spelen in plaats van Douglas Costa. Want ja, ik vind Douglas Costa ben ik niet echt zo'n groot fan van. In het echt, hij kan leuke skills. Maar hij is niet echt de speler waarmee je de Champions League zou kunnen gaan winnen. Misschien wel, maar ik denk dat Gareth Bale, als Gareth Bale in vorm is, denk ik dat je toch meer aan Gareth Bale hebt. Dus ze bieden 300k plus 3 miljoen. Dat moeten ze accepteren en dat doen ze ook. Oké, welkom Gareth Bale. Heb ik weer een leuke thumbnail met Gareth Bale erop, denk ik. Dus dat is wel leuk natuurlijk voor de thumbnails, yes. Keane is het echt weg. Dus die ga ik ook proberen te verkopen. Want die is echt naar Everton voor 40 miljoen. Hier staat hij ook. Gareth Bale. Wat een speler. Hopelijk kan hij weer in vorm komen. Dan hebben we Ronaldo. Maar nee. Een topaanval. Misschien wel de beste. Ja, gewoon de beste aanval van de wereld zou het zomaar kunnen zijn. Dan hebben we natuurlijk een middenveld met Pogba. Pjanic. Matuidi. En dan hebben we Rabiot. Ramsey hebben we nog. We hebben Bentancur nog. We hebben Emre Can. We hebben deze Pellegrini nog. Jullie zeiden... dat ik deze Pellegrini moest ruilen met de echte Pellegrini die ze hebben. Maar die is onlangs overgekomen bij Roma, dus die kan ik niet contracteren. Dus die ga ik dan ook niet halen. Sorry daarvoor. En dan komt de wedstrijd tegen AC Milan komt zo op het pad voor de Supercoppa Nazionale. En dat is een wedstrijd die me niet heel veel interesseert, dus die gaan we ook gewoon misschien waarschijnlijk gewoon simuleren. Dus Pellegrini blijft gewoon lekker trainen. Is leuk om hem gewoon te trainen. Ik heb hem gekocht. Dat weten we. Dat hebben we afspraak over gemaakt. Pellegrini is gewoon gekocht van Roma. Voor een reserve middenvelder. En ja, de wedstrijd tegen AC Milan komt er zo aan. En die gaan we lekker winnen. Ja. Lazio. Wil Keane lenen. Weet je. Deze carrière moet duurt waarschijnlijk toch maar 1 seizoen. Dus dan kan Keane gewoon lekker een seizoen bij Lazio spelen. Dat is natuurlijk gewoon prima. Inleenaanbod voor Emre Can. Nee, die blijft bij de club. En dan vraag ik af, ik kan hem te koop staan volgens mij. Maar dan vraag ik af, zo wil je maar de club houden. We hebben gewoon weinig spelers in de club nu. En ik wil Emre Can gewoon als backup gebruiken. Als hij echt nodig is, dat we hem gewoon hebben. Dus dat is een beetje de bedoeling. De reden waarom ik weinig knip in deze video, dat heb ik al een keer uitgelegd. Dit is een lekker ouderwetse career mode. Dus ben jij nieuw en jij bent gekomen omdat ik een leuke titel en thumbnail heb, abonneer. Ik heb een career mode met een storyline, echt een hele vette storyline, wat echt heel erg gaande is. De career mode, de Wolverhampton career mode dus. Waar ik mijn eigen Pogba is 2 maanden uitgeschakeld. Oké, nou, leuke aankoop. Is dus meteen 2 maanden uitgeschakeld op training. Maar ik heb dus een career mode met een hele leuke storyline. Dus de Wolverhampton career mode, check die zeker. En deze career mode is lekker... ouderwets, de laatste keer lekker een ouderwetse career mode. Een beetje slap lullen, weinig knippen. Natuurlijk wel gewoon genoeg editen, gewoon leuk editen ook. Maar een beetje net vroeger. Gewoon heel onrealistische transfers, maar ook weer niet. Dus ja, gewoon, je weet wat ik bedoel. Gewoon een beetje een andere aparte career mode. Nee, Bentancur houden we ook bij de club. Ik ga geen spelers meer kwijt, verkopen of verhuren. Want ik vind het wel goed zo. We hebben nu al redelijk weinig spelers. En we kunnen er niet nog minder van maken. Dus thuis tegen AC Milan moet een overwinning worden. Dit is de basisopstelling. Ik heb Buffon als nummer 1 keeper gezet. Omdat het toch maar 1 seizoen is. En Buffon is gewoon een legende. We komen in de 2e minuut met 1-0 voor. Dankzij Pjanic. Ik zie dat Rabiot op middenveld staat in plaats van Pogba. Maar Pogba is 2 maanden uitgeschakeld door een training. Musacchio krijgt rood. Ronaldo scoort een penalty. En ik ga skippen en we winnen met 2-0. Prima, de eerste prijs is binnen in deze career mode. En dat is leuk. We hebben niet voor hoeven spelen, gewoon lekker simuleren. En we hebben de prijs, dus dat is altijd mooi meegenomen om zo maar te zeggen. De licht is bijna 86, Pellegrini is al 80. En Calabria is bijna 79 en Demiral bijna 74. Waarom ik Demiral train? In het echt vind ik hem een goede centrale verdediger. Die dus de concurrentie mag aangaan met Matthijs de Ligt en Bonucci waarschijnlijk. Dus dat vind ik wel leuk om te zien, gewoon concurrentie. En het echt vind ik hem goed, dus ik ga hem goed trainen, zodat hij bij ons ook concurrentie kan aangaan. Of gewoon een goede wisselcentrale verdediger, want die hebben dat natuurlijk ook nodig. De eerste wedstrijd tegen Chievo Verona ga ik simuleren. Het is een uitwedstrijd, maar ik ga veel in de Serie A simuleren. Veel tot misschien wel alles. Want de Champions League draait deze career mode om. En ik neem aan, als we simuleren, dat we ook wel gewoon wedstrijden kunnen winnen. Ik ga misschien wel wedstrijden spelen in de Serie A. Ligt eraan. Komt een polletje rechtsboven de i. Stond er waarschijnlijk al. Kan je nu op stemmen. Moet ik veel simuleren of moet ik veel gaan spelen? We komen 1-1 dankzij Gareth Bale. Die dus meteen een doelpunt maakt in zijn debuut bij Juventus in de Serie A. Maar we verliezen met 2-1. En dat is de eerste nederlaag. En dat is een heel slecht begin voor ons als trainer in de Serie A. En dat is... een risico simuleren, maar wij worden waarschijnlijk toch wel dik kampioen als we simuleren, dus dat is geen probleem. Dus ik kan ze wel spelen, maar ik kan ook gewoon de Serie A simuleren, want hoe groot is de kans dat we geen kampioen worden? Heel klein. Ja, heel klein is die kans. Ik heb trouwens iets wat jullie massaal moeten gaan kijken. Tenminste, als je het leuk vindt, anders niet. Er staat ook rechtsboven iets, de Formule 1. Ik doe dus nu Formule 1 op dit kanaal. En dat blijf ik ook doen, want het is leuk. Ik ga binnenkort de Formule 1 career moeten starten, maar... ik ben bang dat er te weinig animo is voor Formule 1 op mijn kanaal. En ik wil dat dat meer komt, want Formule 1 ga ik goed opnemen. Maar het ziet er niet mooi uit als een kanaal met 11.000 abonnees, maar 600 weergaven haalt op een video. En dat vind ik er gewoon niet mooi uitzien. En dat moet veranderen. En ja, als jullie Formule 1 niet leuk vinden, kan ik jullie moeilijk dwingen. Ik ga jullie ook niet dwingen, maar geef de kans als je het wel leuk vindt. Want ik steek er heel veel tijd in en de carrière gaat ook heel veel tijd zitten. En we spelen 1-1 thuis tegen Lazio. Dus misschien wordt het toch niet zo makkelijk kampioen als dat ik had gehoopt. En dat is heel slecht. We staan 15e. 2 wedstrijden gespeeld. 1 punt. Misschien worden we wel slagen. Ik denk toch, hè, jullie kunnen nog steeds stemmen. Maar ik denk toch dat ik wel wat wedstrijden moet gaan spelen. Want de vorm zit er niet echt heel lekker in. Of zo moet ik zeggen. Terwijl we echt een topteam hebben. Dus ik snap er niks van. Misschien moeten we nog een topspeler gaan halen. Jullie mogen het achterlaten. Laat me maar gewoon lekker veel transfersuggesties achter. Want ik ga denk ik nog 1 topspeler halen. En die ga ik dan ruilen met een andere topspeler. Waardoor we dus gewoon weer een nieuwe speler hebben. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Laat een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Juventus Career Mode. Later mensen.